Maar om door te kunnen gaan, moet ik ook loslaten. Maar ik wil niet loslaten. Ik wil Carlo niet loslaten. Ons levensgeluk, onze levensvreugde is van ons afgenomen. Afgenomen door een groep jonge volwassenen die, in plaats van met elkaar een gezellige avond uit te hebben, zich ernstig misdragen met de dood van Carlo als een diep triest sluitstuk. Hoe kan je met z'n allen, hoe kan je met z'n allen tegen mij zo? Zo oneerlijk. Onze Carlo is op een onnodige en vrede manier van ons afgenomen. Geen ongeluk of ziekte, maar weerloos op de grond liggend, tegen zijn hoofd getrapt. Het meest kwetsbare deel van het lichaam. Mijn hart breekt nog steeds. Hoe ik hem zag liggen. Op die zee. In coma. Kan het toch dat zo zijn dat er na 2,5 jaar nog steeds geen duidelijkheid is van wat er gebeurd is? Wat mij echter vooral bezig hield en houdt, is dat iedereen die hierbij betrokken is, zich verschuilen achter hun drankgebruik en gebrek aan herinneringen. Ik kan er gewoon niet geloven en dat maakt mij regelmatig wanhopig. Ik kan er niet tegen dat mensen hier de waarheid niet vertellen, alleen maar om hun eigen hapje te redden. Vertel eerlijk wat je gedaan of gezien hebt en accepteer de consequenties. Niet weten wat er precies met mijn zoon is gebeurd, is iets wat niet te verteren is. Elke keer weer terugkomt en ik nooit een plek kan geven. Dag in, dag uit vragen wij ons af waarom dit Carlo is overkomen. Die alsmaar terugkerende vraag grijpt diep in op ons bestaan. En dat wordt nog versterkt door het feit dat niemand van alle jongvolwassenen die op die avond aanwezig waren, heeft ingegrepen. Of wil verklaren wat er precies heeft plaatsgevonden. Geef mij er alsjeblieft duidelijkheid over. Ook al is het anoniem. Geen enkele uitspraak doet recht aan wat er op 14 juli 2021 op Mallorca is gebeurd. Ik krijg er mijn lieve zoon Carlo niet mee terug. Ik moet het voortaan doen met foto's en herinneringen en een graf waar ik alleen maar verdriet, ongeloof en wanhoop vind. Je hebt geen idee. Dan loop ik er naartoe en dan denk ik, wat doe ik hier? Dat kan toch niet waar zijn? Mijn lieve zoon Carlo ligt daar gewoon. Ik kan hem niet meer aanraken, ik kan hem niet meer een knuffel geven, niks, helemaal niks. Dat is echt elke keer weer, denk ik van over. Nou ja, zo. Langzaam met de juiste begeleiding ben ik dingen weer gaan oppakken. En verbaasde ik uiteindelijk mezelf dat ik wel degelijk nog wat in mij had zitten. Ja, wij werken. Wij gaan op vakantie. Wij proberen zoveel als mogelijk een normaal sociaal leven te hebben. Maar van binnen, emotioneel, is dat wezenlijk anders. Wezenlijk anders. Maar om door te kunnen gaan, moet ik ook loslaten. Maar ik wil niet loslaten. Ik wil Carlo niet loslaten. Mijn leven is door het overlijden van Carlo leeg en doelloos, met af en toe wat lichtpuntjes. Ik sleep me door de dagen heen en ben blij als er weer een dag voorbij is en dat ik kan gaan slapen
Even geen verdriet en nare gedachtes. Ja, dan word je toch weer wakker en begint het weer van vooraf aan. Mijn vurige wens is dat dit anderen niet gaat overkomen. En daarvoor is mijn inziens een sterk signaal essentieel. Want voor wie het gemist heeft, afgelopen zomer nog, notabene in hetzelfde El Arenal, heeft de jonge Nederlander iemand bewusteloos geslagen. Met de ziekenhuisopname tot gevolg. En enkele weken geleden nog viel een groep Nederlandse jongeren, 7 stuks, 2 Noorse mannen aan, waarvan er ook 1 bewusteloos achterbleef. Ik doe hierbij dan ook een dringend beroep op uw hof om een duidelijk signaal af te geven dat dit niet getolereerd wordt in onze rechtsstaat. Laat de dood van Carlo niet voor niets zijn geweest. Wij moeten verder zonder hem. Hoe moeilijk dit elke dag ook is. Onze wereld is veranderd. Voor altijd. Ik dank u wel van harte.